Onze high-end camera. Wel, we gaven hem deze week mee met de Evil Superstars. Zij trokken ermee naar Londen en filmden daar wat een beetje hun gedoe met de platenfirma's. Ze zijn bij ons in de studio voor een interview. En let op de bassist. Bij ons in de studio, mensen van de Evil Superstars. Ik heb bij mij Bart, dat is de bassist. En ik heb bij mij Yves, en dat is eigenlijk de roadie. En die filmt voor de gelegenheid. Wat ging je daar doen? We hebben daar een paar concerten gedaan. Voor eigenlijk voor de plaat om aan zus te laten zien hoe hun poppetjes eruit zien. De Engelse plaatfirma's dan? Ja, dus ook. Ja. Waarschijnlijk is het dan de Belgische groep. Want jullie zijn een beetje gelinkt met Deus. Allee, sommige mensen linken jullie met Deus. Vooral omdat jullie ze waarschijnlijk zo goed kennen. Is het in die optiek dat jullie naar Londen zijn geweest en dat de Engelsen zouden geïnteresseerd zijn in een Vlaamse band? Dat kan er mee te maken hebben, ja. En zijn er dan namen gevallen? Is er dan een plaatfirma, laat ons zeggen Sony, die dan zegt, yes, Evil Superstars, I like you? Sony was erbij. En hebben die ja gezegd? Ja. Ja. Nee, niet echt. Er wordt veel gebabbeld. De Mauro. Ja. Waarom, waar zit hem? Hij zat in de studio. Ja, we zitten dus nu momenteel in de studio. Wat ik gehoord had, Di Mauro, is dat iemand, de groepsleider? Is dat die beslist hoe dat de mixen eruit zien? Is de zanger de leider bij jullie? Ja, Mauro heeft ons gemaakt. En wij spelen zijn anders. We zijn eigenlijk robot. Ik wil vragen, heb jij het eigenlijk niet warm? Ik heb het verschrikkelijk warm. Maar het is er ook een rol natuurlijk, okay. Mensen. Het is voor de... Een beetje, die bril en zo. Cool blijven, cool, vooral. Cool. Keep hope alive. Ja. Riding all my way, because I am the greatest blues singer on my mind. We're gonna make it the best evening. Come on. Wie was dat? Richard? Richard is een slachtoffer van de maatschappij in Hasselt. En hij leeft op straat en hij is een fan van ons. En hij zingt altijd liedjes voor iedereen. Dus. En je had die meegenomen als mascot? Ja. Nu ga ik vragen of ze nog eens teruggaan naar Londen. Ga ik nu vragen. Ik had gevraagd of we terug gaan naar Londen. Nee, wacht. Ik heb helemaal van hoogte. Is niet wat je denkt. Gaan jullie nog eens terug naar Londen? Ik wil nog wel eens wat platen gaan kopen. Ja. Maar niet meer voor die showcases? Niet meer... Natuurlijk wil ik dat wel. Willen wij dat wel. Ja. Heb jij nog zo... Wat je zegt, want je zit er nu al lang in en je kent een beetje het rijlen en zeilen. Van de business eigenlijk, kan ik wel stellen. Heb je zo'n raad aan groepjes die willen meedoen aan de Rock Rally? En dan, ja, heb je daar een raad voor die jongens die vol hoop zitten? Jongens, doe vooral... Er zitten ook meisjes tussen, sorry. Daar wilde ik nog op komen, ik moet wel niet onderbreken. Oké, sorry. Jongens en meisjes, in de hele wereld eigenlijk, doe vooral uw eigen ding. En laat u door niemand op uw kop zeiken. Zit daar maar altijd een muts op. Ja.